The connection between la voix humaine and lo espagnol is the longing for a deep connection with another human being. Allô, c'est toi. In La Voix Humaine, we have a woman who is speaking a last time on the phone with her former lover. She is still in love with him and would like him to stay. She always tries to connect, and you have the technology that is kind of in the way with interruptions. Allô, j'entends de la musique. Je dis, j'entends de la musique. Eh bien, tu devrais connaître un peu. Zeer herkenbaar vind ik hoe moeilijk een gesprek via een telefoon verloopt, omdat er zoveel menselijkheid ontbreekt. Je wordt bijna herleid tot een stem. Dat is natuurlijk ongelooflijk krachtig en Poulenc heeft dat op een briljante manier op muziek gezet. Ik denk dat het een stuk is dat ongelooflijk direct aanspreekt. In Lo Espanol we have also the same longing for connection, but in a complete other atmosphere. Concepción is a married woman. She is working in a shop full of clocks with her husband, who is a clockmaker. There are plenty of men interested in her. She seems to be a bit frivol and longing for adventure and sexual freedom. There is also a deeper longing to find a true connection, emotional connection with a man. Lo Espanol is een ongelooflijk grappig verhaal. Concepción, die van de afwezigheid van haar man gebruik maakt om tijdens het Spaanse uurtje haar minnaars te ontvangen. Natuurlijk zijn de personages die erin meedoen, bijvoorbeeld Gonzalve, de jonge minnaar die meer geïnteresseerd is in zijn gedichten dan in ook uitvoeren wat hij in zijn gedichten zegt. De rijke bankdirecteur Don Inigo Gomez, die van zijn macht en van het feit dat hij waarschijnlijk bemiddeld is, gebruik maakt om op die manier een soort van invloed uit te oefenen op Concepción. Ook al zijn de karakters bigger than life, toch vind ik ze heel herkenbaar. Hoe Ravel dit toneelstuk van Frank Noël op muziek heeft gezet, is in één woord briljant.